Voor het eerst dit seizoen in Playoff 1 is het Constant van der Stok Stadion helemaal uitverkocht. Sfeerrijk en kleurrijk zoals het hoort bij een kampioenenwedstrijd. 2 jaar geleden maakten ze het hier af tegen Club Brugge, vorig jaar tegen Zulte Waregem. Nu moet Lokeren opzij gezet worden op weg naar een derde titel in 3 jaar. Besnik Hazi wijzigt niets aan zijn basiself. Kleine probleempjes waren er bij Nadjar en ook bij Bruno, de man van 3 goals in de laatste 2 matchen. Maar ze zijn er vanmiddag toch gewoon bij. Peter Maas wil met Lokeren het sportieve plicht doen met Davino Verhulst en Jordan Ramakla aan de aftrap. Want Coppa en Kaya zijn nog ziek. Maric is terug na zijn griepje en we zijn benieuwd naar de prestatie van Hans van Aken. Hij maakt hier een opmerkelijk eerste klasse debuut met 2 doelpunten. De aftrap wordt gegeven door Emmy-Jan Teunis, ex-trainer van Lokeren en van Anderlecht. Met ook Gilles de Bilde in zijn buurt, zoals u ziet. En de scheidsrechter is Alexandre Bouco. Alles comme ça, c'est là. Tu savais ça, hein? Tu voulais changer, hein? Allez, bon match. Een Mbemba, bal voor Nuiting. Het is niet blind naar voren stormen bij Anderlecht. Met enige voorzichtigheid. En Mitrovic die hem aflegt voor Praat. Hier is Nadjar. Niet zo ver naast. Afvallende bal was voor de Hondurees. En die twijfelde geen seconde. Nuitink. Juri Tielemans. De Schacht vraagt de bal. Krijgt hem ook. En tikt hem dan door naar Dennis Praat. De voorzet voor Mitrovic. En de bal. Alexander Mitrovic zet Constant van der Stok Stadion in vuur en vlam. Eigenlijk is dit de eerste echt goed uitgespeelde aanval van Anderlecht. Perfect voorgezet door Dennis Praat en binnengekopt door Alexander Mitrovic. Zijn 3e doelpunt in de play-offs. Hij scoorde er ook in de heenwedstrijd al tegen Lokeren. En na bijna 19 minuten is het 1-0 voor Anderlecht. Dat nu wel heel dicht bij de titel staat. Harbaoui met Van Aken. Aan de buitenkant komt Neil de Pauw in de spurtebel met Van den Borrel die zijn lichaam gebruikt. En Proto uit zijn goal geraakt door Neil de Pauw. Gele kaart komt eerste van deze wedstrijd. Daar komt dat spurtduel. En daar komt Proto. En die wordt geraakt aan de hand door Neil de Pauw. En dat ziet er niet zo best uit. Wordt meteen verzorgd op de grasmat. Vraagt zelf om zijn vervanging. En laten we hopen voor Silvio Proto dat dat niets ernstigs is. Met het oog op een eventueel WK. En Kaminski komt hem vervangen. De Pauw gaat er nog eventjes naartoe met verontschuldigingen. Maar daar wil Proto niet van weten. Nuitink in de slotseconde van de eerste helft. Een eerste helft met weinig hoogtepunten. Maar Anderlecht heeft alles onder controle en kan er nu 2-0 van maken. Mitrovic. Zo gaan we rusten bij een 1-1 stand. Wat een kans nog voor de Serviër. Het had helemaal gespeeld geweest als die bal van Mitrovic was binnengegaan. Maar goed, alles verloopt naar wens voor Anderlecht. 1-0 is de ruststand. Mitrovic. Persoons kopt hem weg. Harbaoui, de Pauw en Ramakle. Ramakle binnendoor. Ramakle met Van den Borre. En dat is een duwfout natuurlijk van Anthony van den Borre. En wat doet Bouco? Rood. De laatste man. Anthony van den Borre, uitsluiting voor Anderlecht. 8 minuten na rust staat Anderlecht nog met 10. Daar is de duw. Net buiten de 16, zo lijkt het toch, maar Bouco heeft hem er binnen gezien en geeft een penalty aan Lokeren. En dan wordt het nog heel spannend voor Anderlecht met Hamdi Harbaoui achter de bal. Hij kan topschutter worden. Harbaoui tegen Kaminski en de gelijkmaker. 1-1. 22e doelpunt voor Hamdi Harbaoui. En zo wordt het misschien toch nog een bibbermatch voor Anderlecht. Geen kans voor Kaminski. Een bom van Harbaoui in het dak van het doel. Mitrovic.
En nu komen ze naar voren stormen bij Anderlecht. Persoons. En die krijgt ook rood. Boucault geeft rood aan Persoons en zo staan ze 10 tegen 10. Kijk eens wat een woede op die gezichten van Lokeren. Een minuut of 3 na de uitsluiting van Anthony van den Borre staat ook Lokeren met 10. En Davino Verhulst moet zijn maats daar komen kalmeren. Daar komt Persoons, die schijnbaar naar de bal gaat, maar die wel niet heeft. En Mitrovic neerhaalt. Tielemans bij de vrije trap. Door de muur en Verhulst heeft hem en dan een Bemba! 2-1 voor Anderlecht. Chancel Mbemba. Het is hier al warm en de temperatuur gaat nog een paar graden hoger. Wat een knal van Yuri Tielemans en wat een moment van Chancel Mbemba. Verhulst geklopt, Anderlecht 2-1 voor. Nuitink, Nadjar helemaal tegen de zijlijn. Andy Nadjar. Dat is een goeie. Nadjar en dan Mitrovic. Kouyaté kan er nog bij. Sheiko Kouyaté legt hem klaar voor Dennis Praat. Wat een goal. Wat een schitterend doelpunt van Dennis Praat. En de ontlading is nu compleet bij Anderlecht. Ze vliegen elkaar in de armen. En uiteindelijk zijn het dan toch de jongeren die het in de play-offs doen voor Anderlecht. Bruno, Tielemans en Dennis Praat met het doelpunt. Waardoor Anderlecht nu wel zeker kan zeggen we zijn kampioen. Kouyaté, sterk in dat duel. En dan klaargelegd voor Dennis Praat die hem heel knap binnentrapt. Davino Verhulst, geen schijn van een kans. Tielemans voor Praat. Mitrovic komt. Nadjar ook. En Gillet helemaal aan de buitenkant. De voorzet net niet voor Gillet. Ja, kan hem toch nog binnenhouden. En dan Mitrovic en Nadjar. Wat een misser. Zo had Anderlecht nog wat meer glans kunnen geven aan die overwinning. En daar komt de helikopter met de beker. Intussen zijn ze zeker dat hij hier in Anderlecht moet zijn. De Schacht en Kouyaté. Anderlecht speelt het rustig uit. Mitrovic. Mitrovic en Kouyaté. Daar is Aschampong nog. Aschampong. Aschampong. Centimeters. Diep in de toegevoegde tijd. Kaminski. Uit zijn doel gekomen. De Schacht. Olivier de Schacht. Terug naar Kaminski. En het eindsignaal van Alexandre Boucault. De competitie zit erop. En het wonder is voltrokken. Anderlecht kampioen. Wie daarop gegokt heeft, pakweg 2 maanden geleden, die mag nu zijn centen gaan tellen. Silvio Proto mengt zich in het feest. Dat mag natuurlijk. En voor Sheiko Kouyaté was dit misschien zijn laatste voor Anderlecht. Maar hij mag nog eens duchtig feesten vanavond. De 33e titel is binnen voor Anderlecht. Derde op rij, vierde in 5 jaar. Misschien wel de mooiste. Want na die inhaalrace doet dit toch wel heel veel deugd. Anderlecht wint met 3-1.